Het gebrek aan kindervaccins polio en pentavalent vormt geen risico voor de gezondheid van baby's. Dit zegt minister Ummar Ramadien van Volksgezondheid in gesprek met onze nieuwsdienst. Desondanks werkt het ministerie er hard aan om zo snel als mogelijk de vaccins weer beschikbaar te stellen voor de gemeenschap, zodat alle kinderen optimaal gevaccineerd kunnen worden. Kinderen moeten, zoals bekend, altijd een goede vaccinatiedekking hebben. En niet alleen, het moet op grote schaal gebeuren. Maar hoe meer kinderen een goede vaccinatiedekking hebben, hoe kleiner de kans dat een kinderziekte zal uitbreken. We kennen de bekende kinderziekten, difterie, tetanus, kinkhoes, mazelen. Dat zijn allemaal ziekten die je kan voorkomen doordat je vaccineert. En als inderdaad, er is een schema, niet zomaar is er een schema, omdat je, het heeft te maken met antistoffen, antilichamen. En het heeft te maken met het feit dat je volgens een bepaald schema de optimale dekking haalt. Het heeft geen zin om een schema niet te volgen. Maar als je een noodsituatie hebt waarbij er landelijk geen vaccins beschikbaar zijn voor een korte tijd, heeft dat geen grote invloed op de gezondheid van een kind, want een vaccin is geen medicament. Het is een preventieve interventie om erger te voorkomen. De bewindsman wijst er verder op dat tijdens de COVID-19-pandemie heel veel ouders uit vrees voor besmettingen, zoals gewoonlijk, hun kinderen niet hebben laten vaccineren. Dit is niet alleen in Suriname het geval geweest, maar wereldwijd. Hierdoor is de vaccinatiedekking voor kinderziektes gedaald. Waar landen nog soms een 90% dekking hadden, zijn ze nu gedaald naar 70-80%. En dat is wel een risico dat je regionaal wel uitbraken kan krijgen. Vooral omdat het toerisme, verkeer, water, wegverkeer, luchtverkeer is weer op gang gekomen. Dus ziekten kunnen natuurlijk geïmporteerd worden. En als je geen goede vaccinatiedekking hebt, kan wel een aanzienlijk deel van de kinderen besmet raken. De vaccins polio en pentavalent zijn onderdeel van het Nationaal Immunisatieprogramma. Ramadien zegt dat het ministerie er hard aan werkt om de verschillende kindervaccins weer aan de vaccinatiecentra beschikbaar te stellen.